Ja, maar welkom bij vlog 6 van Amerika. Het is ondertussen al vlog 6. Ik kan het bijna niet geloven. Ik probeer hier elke week een beetje te vloggen. En als het eigenlijk al vlog 6 is, betekent dat ik hier al bijna 6 weken zit. Of zelfs meer nu. Want jullie zien de vlog eigenlijk met een week vertraging, geloof ik. Het lijkt misschien ingewikkeld, maar het is gewoon dat ik een week de tijd heb om heel de vlog in elkaar te zetten en dat ik eigenlijk niet in de problemen raak met mijn planning. Swat, daar moeten jullie eigenlijk niks van aantrekken. Dat is mijn ding, maar jullie zien dit dus met een week vertraging. Wat betekent, want het is een paar dagen voor de verkiezingen hier. Het is nu vandaag 6 november, 8 november, dus dinsdag zijn de verkiezingen. En eigenlijk, ik moet zeggen, hier in Santa Barbara is er eigenlijk heel weinig om te doen. Op tv zie je wel verschillende reclames van verkiezingen en dat ze moeten gaan stemmen, want dat is ook hier een ding. In België bij ons moeten we gaan stemmen, we zijn verplicht. Hier is dat dus niet het geval. Hier kunnen ze kiezen of dat ze al dan niet gaan stemmen. Hier in mijn gastgezin gaan ze dat wel doen, want ze vinden het hier wel heel belangrijk om te gaan stemmen. Voor een nieuwe president. Maar dat is dus, ja, dinsdag, maar als jullie deze vlog dus zien, is de nieuwe president al gekozen. Ik heb dus echt geen flauw idee wie dat het gaat zijn. Ik heb ook niet echt een favoriet, waarvoor als ik als Amerikaan zou weten om op wie te stemmen, ik zou het echt gewoon niet weten. Maar ja, zoals ik al zei, er is eigenlijk heel weinig om te doen. Ik heb geen flyers gezien. Ook in de stad is eigenlijk niks van campagne of zo dat ik gezien heb. Dus het is hier echt, ja, muisstil rond de verkiezingen. De dag van de verkiezingen heb ik les tot 's avonds. Dus ik denk dat ik gewoon mijn nieuws overdag in de gaten ga houden om te kijken hoe en wat en wat de stand van zaken zijn en zo. Een verandering van president meemaken is denk ik wel iets dat ik later zelf kan vertellen van, ik was in Amerika toen na president Obama aftrad als president en een nieuwe president werd verkozen. Dus dat is echt wel een verhaal dat ik later kan zeggen van, ja, ik was erbij. Het is dus vandaag zondag. Het is 2 weken voor mijn examen. Ik heb mijn examen 19 november, dus als jullie dit zien is het eigenlijk nog maar een week. En dan heb ik mijn eerste examen. Ik ben toch een klein beetje nerveus, mag ik zeggen. Het is wel mijn spreekexamen, dus het is nog niet direct vol een bak woordjes en grammar en lezen, luisteren, dan niet. Het is echt gewoon spreken, dus volgens mij moet dat wel lukken. Ik zit hier nu al bijna 2-3 maanden en dat spreken dat gaat hier vlotter dan ooit, dus normaal gezien, ja, is dat wel oké. Het is natuurlijk afhankelijk van welk onderwerp ik krijg, waarover ik kan spreken. We hebben zo'n aantal testjes gedaan in de les zelf, met kaartjes, met onderwerpen, waar je dan een aantal minuten over moet spreken. En ik heb echt het gevoel, ja, het moet echt een onderwerp zijn waar ik in geïnteresseerd ben, want anders kan ik daar moeilijk zoveel minuten aan een stuk over babbelen. Maar dat zullen we dan wel zien op het examen. Ik ga al sinds mijn best doen om zoveel mogelijk punten te scoren daarop. Nu, ik ga ook, het is nu zondag vandaag, heb ik al gezegd. Nu, de woensdag die nu volgt, ga ik naar LA, naar Universal Studios. Een must-see, hebben ze hier gezegd. Universal Studios is eigenlijk een soort pretpark, als ik het mag zeggen. Denk niet aan Walibi of zo, maar echt, ja, gewoon een pret met themaparken, waar dat de films worden opgenomen bijvoorbeeld. We kunnen behind the scenes gaan van hoe een actiefilm wordt opgenomen. Je hebt een soort Harry Potter exhibitie, maar je hebt ook bijvoorbeeld de Minions. Allee, het gaat echt wel heel fijn worden. Ik rij er naartoe. We hebben hier een auto gehuurd en het is eigenlijk gewoon 2 uurtjes de autosnelweg op en dan zijn we er. Dat staat ook op de planning deze week. Daar ben ik echt super enthousiast over, want dat wil ik echt al super graag doen. Ik ga met 4 klasgenoten, dus dat is ook heel fijn. En ja, het is midden in de week. Maar dan hadden we zo het idee dat er niet zoveel mensen zouden zijn en dat we niet al te lang in de wachtrij zouden staan. Dus leek het ons goed om midden in de week te gaan en dat dan te gaan bezoeken. Ik heb hier ondertussen ook mijn eerste nepnagels gekocht. Ja, in wie de vorige vlogs zo wat gevolgd heeft, weet dat ik hier een zwarte plek had op mijn ringvinger door een accidentje in Frankrijk in september, als ik op vakantie ben geweest. En ik vond het echt zo lelijk. Andere mensen vroegen er ook telkens achter van, wat heb je gedaan? Dat het er zo uitziet. En ja, ik was het gewoon zo beu. En om dat dan helemaal uitgegroeid te krijgen, ja, dat duurt een paar jaar. Dus ik dacht, ik ga hier ofwel nagellak kopen, ofwel ga ik mij gewoon een doosje nepnagels aanschaffen. En ik plak het erop dat ik eigenlijk van dat vreselijk zicht vanaf ben.
En dit is het eigenlijk geworden. Ik vind ze echt super mooi. Ja, ik heb altijd al wel lange nagels gehad tot vorig jaar. Want ja, toen zat ik in het labo natuurlijk en dan met lange nagels handschoenen aan en uit doen. Ja, dat is enorm moeilijk. Dus ik had gewoon mijn nagels afgeknipt. Maar nu heb ik dus terug ja, tijd om lange nagels te hebben. Goedemorgen, het is vandaag 8 november, wat zoveel betekent als verkiezingen. Ik ben eigenlijk net wakker, maar ik heb ongeveer al een, ja, zowat een uur op mijn gsm gezeten om het eerste nieuws van de verkiezingen te kunnen volgen. Het is vandaag dus ja, een belangrijke dag. Er wordt een nieuwe president gekozen. Ik heb eerst natuurlijk school. En dan ga ik bij een vriendin thuis mee de verkiezingen volgen. Zoals ik al eerder zei, ik heb hier geen tv. En ja, de verkiezingen wil ik nu echt wel volgen nu dat ik hier ben. Dat is een once-in-a-lifetime experience. Dus ja, ik ga bij een vriendin meevolgen. We gaan het gezellig maken. We gaan avondeten koken en zo. En dan denk ik dat wij vastgekluisterd gaan zitten voor tv. Nu, we verwachten eigenlijk de resultaten pas rond 7 uur deze avond. Omdat we natuurlijk ja, hier in Amerika met verschillende tijdzones zitten. En ze de resultaten van de ene tijdzone niet willen prijsgeven. Totdat iedereen gestemd heeft, aangezien dat stemmen hier niet verplicht is. Dus als eigenlijk de meeste tijdzones hun resultaten zouden prijsgeven en ze zouden zien dat een van de kandidaten eigenlijk al zou winnen, ja, dan zou de laatste tijdzone al denken van waarom zouden we dan nog moeten gaan stemmen. Dus om het allemaal eerlijk te houden, willen ze eerst iedereen laten stemmen en dan pas de resultaten vrijgeven. Wat dus betekent dat dat wel redelijk lang gaat duren. Wat betekent dat dat redelijk laat zal worden. Maar ja, dat is dan maar zo. Ik wil het gewoon allemaal meemaken. Goedemorgen. Het is vandaag 9 november, dag na de verkiezingen. Het is 's morgens vroeg, want ik vertrek straks naar LA met een paar klasgenoten naar Universal Studios. Een van de dingen die op mijn bucketlist stond en wat ze hier ook gezegd hebben van als er één ding is dat je moet bezoeken, dan is het Universal Studios wel. Maar eerst natuurlijk ja, het topic waar iedereen het over heeft. We zijn een dag na de verkiezingen en ik denk dat heel Europa in shock is. Ik denk dat Europa zelfs nog meer in shock is dan Amerika zelf. Nu, Amerika heeft natuurlijk voor Trump gekozen. Zoals ik al eerder zei, ik had geen voorkeur wie dat er zou winnen. Ik ken ook veel te weinig van politiek. Ik ken niks van Belgische politiek, laat staan van de Amerikaanse. Dus ik weet ook niet wie dat de beste kandidaat zou geweest zijn. Is het Trump? Is het Hillary? Ik zou het niet weten. Maar aan de reacties van de andere landen te zien, hebben die toch wel een serieus meningsverschil met Amerika. Ja, ik zag gisteren de kaart van Amerika rood kleuren. Met alle staten die op Trump gestemd hadden. Californië had een meerderheid voor Hillary. Maar ja, Trump was eigenlijk de overgrote meerderheid van Amerika. Dus Trump wordt president binnenkort. Dat is eigenlijk iets wat ik niet had verwacht. Want ik had altijd gedacht dat Hillary president zou worden. De eerste vrouwelijke president. Maar ja, Amerika is er precies nog niet klaar voor een vrouwelijke president. Ik vind het spijtig dat Obama zijn termijn erop zit. Ik vond dat precies wel een hele fijne president, ene die hem met zijn volk inzat. En ja, dan is het nu binnenkort 20 januari, wordt Trump officieel president, krijgt hij alle macht. Dus ja, ik ben benieuwd wat voor consequenties het gaat hebben voor Europa. Maar goed, dat was dus de zware politieke babbel van de morgen. Veel te vroeg om erover na te denken. Dus ik ga mijn stilletjes aan klaarmaken voor Universal Studios nu. Oké, ik zit hier in mijn huurauto voor richting Universal Studios te gaan. Echt super, een super mooie witte Ford Fiesta. Enige nadeel, dat is hier dus automatisch. Ik heb nog nooit met een automatische auto gereden. Maar normaal gezien zou dat wel moeten lukken. Ze hebben mij verteld dat niet al te moeilijk is.
Dus we gaan dat proberen. Het is ongeveer 2 uurtjes naar LA. Ik hoop me niet met al te veel verkeer onderweg, want LA is natuurlijk een hele drukke stad. Dus het is gewoon woensdag. Ik hoop gewoon dat er eigenlijk niet te veel mensen de plan hadden om naar Universal Studios te gaan. Maar ja, we zullen dat onderweg wel zien. Dus ik zie jullie in LA.